Als ik het niet doe en ik het niet belangrijk vind, waarom zou de organisatie het dan belangrijk moeten vinden? Waarom maken jullie van die ingewikkelde wetten? Want er zijn heel veel goede communicatiespecialisten, maar als die wetten zo ingewikkeld zijn, kunnen wij daar geen goed verhaal van maken. Dat is het probleem van de overheid. Men neemt woorden en uitspraken die veel mensen niet bevatten. Je moet simplistisch leren spreken, zoals Coat&B deden. Taalgebruik door de overheid. Eens in de zoveel tijd is het weer in het nieuws. Moeilijke overheidsbrieven moeten duidelijker. Coronaregels zijn voor Nederlandssprekenden al onduidelijk. Laat staan als je de taal niet machtig bent. Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. Veel mensen hebben moeite met overheidstaal. 1 op de 3 ondervraagden vindt teksten en informatie van de overheid vaak lastig te begrijpen. Mensen hadden minder vragen na het lezen van een verbeterde tekst. Bijvoorbeeld een verbeterde brief. Uit onderzoek blijkt dat ook hoogopgeleide mensen de voorkeur geven aan toegankelijke taal. We gaan nog even verder. Spreken ambtenaren van de provincie nog wel gewone taal? En ook in 1974 was duidelijke overheidstaal al onderwerp van gesprek. Graag eenvoudiger. Natuurlijk zijn er sindsdien veel stappen gezet. En er gaat veel goed, toch? Ik weet dat de overheid wel aandacht geeft aan hoe kunnen we de brieven eenvoudiger maken. Ze doen hun best, dat weet ik. Toch is er ook nog ruimte voor verbetering. Achter de voordeur schuilt veel stress. Burgers die hun post niet durven te openen, niet begrijpen of ze geld moeten betalen of gaan ontvangen. Of nog erger, die toeslagen of een uitkering mislopen, waardoor ze financieel in de problemen komen. Het komt vaker voor dan we denken. In deze documentaire gaan we in gesprek met Nederlanders op straat. Wat zijn hun ervaringen met de brieven, e-mails en andere berichten die zij van de overheid ontvangen? En we horen de ervaringen van Frans Backhuijs, de burgemeester van Nieuwegein. Van Jacinta de Moor, communicatieadviseur bij de gemeente Haarlemmermeer. En van Caroline van der Wijngaard, manager cliëntcommunicatie en contentmanagement bij UWV. Alle drie experts die zich actief inzetten voor direct duidelijke communicatie. Ze mogen voor mij wat concreter zijn. Er staat vaak heel veel informatie op. Maar als burger wil je gewoon weten van wat wil je, wat moet ik doen of wat is de verwachte actie. Soms is het zo dat het heel netjes is, maar die formele taal leren we niet zo snel als we Nederlands aan het leren zijn. Deze brief sprak eigenlijk, was opgebouwd echt uit duidelijk 3 delen. Een paragraafje met wat details, keurig opgeschreven verder. Echt volgens mij een paragraaf met uitkomsten van processtappen, heel staccato. En daaronder weer een paragraafje wat weer op maat was. En dat was met elkaar in tegenspraak. Over het algemeen wel eens kun je wat normalere taal gebruiken. Ik zeg dat zo'n soort kindertaal is overdreven, maar hier staan af de woorden in. Daar heb ik als Nederlander nog zelfs moeite mee om te lezen. Ja, soms was de wording zo dat ik niet zeker wist of ik het geld terugkreeg of moest betalen. En dat is gewoon niet echt heel erg handig. Dus, en er was ook een keer dat ik niet zeker wist of ik het al betaald had of dat ik het nog een keer moest betalen. Dus dan is het gewoon niet handig en dan moet je gaan bellen. En dan ben je vaak die tijden dan niet beschikbaar, omdat je aan moet werken of je moet naar school of dat soort dingen. Als ik er niet uitkom, dan is er een telefoon en dan kan je zeggen, kunt u mij uitleggen waarom het zo en zo geformuleerd is, want ik begrijp het niet goed. Ja, dat is een extra handeling. Dat betekent een extra belasting voor de ambtenaar. Terwijl als je simplistisch denkt, dan heb je veel meer mensen die begrijpen wat de uiteindelijke doelstelling is van het geschreven woord. Dan hoef je niet te bellen. Ik ben HBO geschoold. En soms denk ik, nou, geen idee wat er staat. Dus dan denk ik, nou, helemaal voor mensen die hier net komen wonen of statushouder zijn of nou ja, misschien MAVO. Of, dan denk ik, joh, het moet gewoon in begrijpbare taal staan. En dat staat het eigenlijk nooit. Stress in huis. Omdat die brief is voor meerdere wijzen interpretabel. En ja, dat is gewoon heel erg vervelend. En dat is gewoon, had niet gehoeven. Als de communicatie niet duidelijk genoeg is, Ja, dat kan allerlei verschillende gevolgen hebben. Frustraties of boosheid. Of, ik geloof dat mensen vaak ook de schuld bij zichzelf zoeken. Zie je wel, het ligt aan mij dat ik deze tekst niet begrijp. Maar een gevolg kan natuurlijk ook zijn dat mensen gewoon niet krijgen waar ze wel behoefte aan hebben. Omdat voor hun niet duidelijk is wat ze moeten doen om dat te krijgen. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nou, ik denk dat ze mensen afhaken, maar ik weet niet of de taal daar het enige is. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan. En dat ze dan op een gegeven moment misschien de brief niet meer openmaken van de gemeente, want ze begrijpen ze toch niet. Of dat ze denken, ja, het is altijd hetzelfde en met mij wordt geen rekening gehouden. Er zijn allerlei effecten die dit kan oproepen bij mensen. We weten uit onderzoek dat er best wel wat spanning zit op overheidscommunicatie, vooral op brieven. De ontvanger vindt het spannend om die te krijgen. Er staat iets in wat ze goed moeten begrijpen. Want dat kan grote gevolgen hebben. En daarom werken we aan duidelijke communicatie. Ik denk dat die gevolgen niet duidelijk genoeg zijn voor collega's, voor beleidsmakers, voor wethouders en burgemeesters. Ik ben er ook van overtuigd dat het niet alleen taal is, maar ook dat we de wereld ook ingewikkeld hebben gemaakt. En de regels zijn ingewikkeld en de samenleving is ingewikkeld. Dus dat is wel, ik denk dat je daar ook op moet letten. Dus het is niet alleen taal. Het is ook uitleggen dat sommige dingen echt ingewikkeld zijn, maar dan in eenvoudige woorden uitleggen. Duidelijke communicatie is essentieel. Als er iets niet goed gaat, zijn de gevolgen vaak best wel heel groot voor iemand, in iemands leven. Daarom werken we daar zo hard aan. Ten eerste is het natuurlijk is een briefje visitekaartje, dus het staat gewoon niet netjes als mensen een onduidelijke brief krijgen. Maar het scheelt ons uiteindelijk ook tijd, frustratie en ergernis. En niet alleen ons, veel belangrijker nog is dat het de mensen voor wie we het doen, inwoners en ondernemers, tijd en frustratie scheelt. Als je het niet begrijpt, dan denk ik dat dat ook steeds moeilijker is om nog vertrouwen erin te hebben dat het goed gaat. Het is nu soms zo dat mensen of een brief helemaal niet lezen, of in paniek raken omdat ze een brief niet begrijpen. Of niet de actie doen die wij van hun vragen. Bijvoorbeeld, iemand krijgt een brief, daar staat in, u wil graag een uitkering. Wij kunnen u die geven, maar we hebben wel meer informatie nodig. Als u ons die informatie stuurt, dan kunnen wij beoordelen of u die uitkering krijgt. Als iemand die vraag of dat verzoek niet begrijpt en hij doet niks, dan krijgt hij dus geen uitkering. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Denk nou eens aan de mensen die het waar het om gaat. Hoe zouden zij dat willen ontvangen? Eigenlijk meer een soort advocatentaal. Zoals ze dan praten. En dat eigenlijk de vierde, je leest de vierde zin en de eerste zin ben je alweer kwijt. Ja, ze gebruiken hele moeilijke woorden, laat ik het zo zeggen. In blauwe brieven, ze willen het allemaal heel zakelijk houden natuurlijk en heel erg strikt. En voor mij is dat soms wel een beetje moeilijk, want ik ben daar nog niet heel erg aan gewend. Nee, ik denk dat als je duur praat, dan kom je heel interessant over. Maar je zegt eigenlijk niks. En nou ja, sterker nog, je weet eigenlijk helemaal niet wat er gezegd wordt. En dat vind ik wel een kwalijke zaak. Ik moet het vaak een paar keer lezen of ik moet even vragen aan mijn vrouw van, joh, wat denk jij dat hier staat? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk gek. Het moet voor de burger zijn, maar het is eigenlijk helemaal niet voor de burger. Die moet het helemaal gaan ontcijferen. Bijvoorbeeld, ja, wat ik al zei, die moeilijke woorden ga je googlen en zie je natuurlijk helemaal andere betekenis dan wat uiteindelijk in de brief past bijvoorbeeld. En ik ben mezelf, klopt dat wel helemaal? Of... Ja, dat je bepaalde termen en procedures niet kent. Bij de Belastingdienst heb ik af en toe het gevoel dat er een soort van vakterminologie wordt gebruikt. Een bepaalde, ja, hoe zeg je dat? Gewoon ja, die mensen vanuit hun vak die brief hebben opgesteld. En niet echt vanuit het perspectief van mij, de onwetende burger, zeg maar. Ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom overheidscommunicatie soms onduidelijk is. Als je het juridisch helemaal precies wil formuleren, merk ik ook in discussie met juristen, als het wat vereenvoudigt in taal, dat een jurist dan wel eens zegt, ja, maar dan klopt het niet meer helemaal precies volgens de wet. En dan vraag ik altijd af, is het dan nodig dat het precies volgens de wet klopt? Of is het nodig dat de inwoner het begrijpt? En als je er uiteindelijk mee te maken krijgt en het gaat ergens niet helemaal goed, dan komt die precieze wetstekst wel om de hoek kijken. We willen op alle kanalen zo helder en duidelijk mogelijk zijn. En we zien dat we op brieven vaak vragen krijgen of klachten. En het gaat er met name over dat een brief juist meer vragen oproept, wat we niet willen. En de tone of voice. Het is geen kwestie van een kwade wil, maar er zijn verschillende redenen voor. Het is een gewoonte. Mensen schrijven zo omdat we dat al heel lang doen. Dat is lastig te veranderen. Maar wetten en regels zijn vaak ook zo ingewikkeld. En dan is het echt lastig om dat duidelijk uit te leggen. Ik denk dat het belangrijk is om het uit te leggen dat iemand het begrijpt. En dan klopt het misschien niet helemaal juridisch. Maar daar komt het dus ook wel vandaan. Of dat wij heel erg volledig willen zijn. Dat we alles willen vertellen. Ook alle details. En dan kan de taal ingewikkeld zijn. Maar soms kan het ook zo'n complex verhaal worden. Dat mensen daarom niet meer begrijpen. Dus, dus het goed doen kan dan wel eens de valkuil zijn. Waardoor het slecht overkomt bij inwoners. Veel van de brieven die wij sturen zijn beschikkingen. Nou, dat is een ander woord voor besluiten. Daar begint het al mee. Bijvoorbeeld een besluit of iemand een uitkering krijgt of een traplift of zo. De collega van mij die die brieven stuurt, die wil natuurlijk liever niet dat degene die die brief ontvangt het daar niet mee eens is en gaat reageren en zegt ja, maar ik vind dat ik daar toch recht op heb. Om die reden zijn brieven vaak heel erg vanuit onze positie geschreven. Wij zetten daar heel veel informatie in waarom dat besluit is genomen en informatie die rechtvaardigt waarom dat besluit zo is genomen. Maar daarmee denk je dus niet vanuit de ontvanger van die brief. We zeggen dus wel, u krijgt een traplift en dan staat er zo'n lijst met wetsartikelen waarin staat waarom die persoon recht heeft op die traplift. Er staat dan ook nog wel in, het bedrijf dat de traplift komt brengen neemt contact met u op. Maar er staat bijvoorbeeld niet in, als die traplift wordt gebracht, wordt die dan ook geïnstalleerd bij mij? Ik denk dat iemand die een traplift nodig heeft zelf niet zo handig is om dat ding te installeren. Dus dat hij dat graag wel wil weten. Wij praten over verkeerslichten en de inwoner praat altijd over stoplichten. De techneuten bij ons die hebben het over VRI's. Verkeersregelinstallaties. En laatst was niet in Nieuwegein, maar in een andere gemeente stond ergens bij zo'n stoplicht een bord VRI defect. Nou ja, dat hoef je er eigenlijk niet bij te zetten, want je ziet dat die verkeerslichten niet werken. Of die stoplichten niet werken. Maar daarmee zie je dat voor één object 3 verschillende woorden gebruikt kunnen worden. En als je de afkorting VRI niet uitlegt, dan weet geen mens in Nederland wat dat is. Maar degenen die daar technisch mee bezig zijn, die vinden het normaalste woord van de wereld. Dus die zijn zich helemaal niet meer bewust van het feit als ze VRI gebruiken dat iemand anders niet begrijpt waar hij het over heeft. Nou, dat vind ik wel een voorbeeld. En zo zijn er tal van voorbeelden denk ik te vinden waar de specialisten hun eigen woord hebben, denken dat iedereen dat ook begrijpt. Maar ja, in de buitenwereld praten mensen daar niet op die manier over. Ik denk dat, dat mensen, ook teammanagers en clustermanagers en bestuurders denken van veel mensen zijn naar de middelbare school geweest en je krijgt Nederlands op de middelbare school, dus je weet wanneer je een D en een T moet zetten in een tekst, dus je kunt prima schrijven. Maar het schrijven van een brief is echt wel een vak apart. En dat kost gewoon tijd, dat wordt heel erg onderschat. Ik ben, als ik zelf met een brief aan de slag ga, ben ik zo 1 of 2 uur bezig om van een goede brief een iets betere brief te maken. En meestal is die dan nog steeds niet helemaal perfect. Nou, duidelijke taal staat altijd bij ons op de agenda. We hebben natuurlijk te maken met complexe regel- en wetgeving. En dan heb je per definitie dit als uitgangspunt nodig. Het is echt essentieel. En daar werken we met z'n allen heel erg hard aan. Je moet het veel meer met het publiek doen en niet vanuit het ambtenarenapparaat zeg maar, blijven denken. Probeer de bureaucratie te beperken en zorg dat de informatie die je geeft concreet is. Dat ze het wat makkelijker formuleren naar ons toe, naar de burgers. En niet zo moeilijk met moeilijke woorden. Meer normalere taalgebruik, zodat gewoon iedereen het kan begrijpen. Veel simpeler verwoorden wat je als doel hebt als overheid, wat je wil kenbaar maken. Maak het overzichtelijk en duidelijk. Nee, de grote uitdaging is dat UWV heel veel mensen helpt. En daarbij de vertaling van de grote hoeveelheid naar persoonlijke en waardevolle dienstverlening. Nou, op onze afdeling werken we aan zaken voor en achter de schermen. Ook dingen die cliënten helemaal niet zien. Op het moment dat mensen met een beperking op onze site komen, dat die ook gebruik kunnen maken van onze diensten en alles kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld ook laaggeletterden. Daar hebben we net een pilot voor gedaan om te kijken hoe we die het beste kunnen bedienen. Hebben we samen gedaan met een speciale stichting, Stichting HWC. En daarin zit bijvoorbeeld dat we meer beeld gebruiken en ander soort woorden. We schrijven in B1, maar als je laaggeletterd bent is dat vaak nog niet goed te begrijpen. En daar zoeken we naar de nuance. Er zijn een aantal dingen die we doen. We hebben ook al teksten voorgelegd aan mensen in de stad. Van, is dit een tekst die jullie begrijpen? Maar wat we ook steeds meer doen is met infographics of tekeningen te laten zien om uit te leggen wat er aan de hand is. En een hele lap tekst kun je soms in één tekening samenvatten en is dan vaak veel duidelijker. Wat natuurlijk belangrijk is, dat we korte zinnen maken, dat we geen moeilijke woorden gebruiken of dat we die uitleggen. Maar ook de structuur van een brief is wel heel erg belangrijk. En de regels die wij hier hanteren, die helaas nog niet altijd door iedereen ook opgevolgd worden, is in de eerste alinea schrijf je wat de doel is van de brief. Waarom krijgen mensen die brief? Wat lezen ze daarin? In de tweede alinea zet je wat de belangrijkste boodschap is. Dus niet helemaal onderaan of halverwege de conclusie. En vervolgens maak je tussenkopjes, zodat als mensen die tussenkopjes lezen, dat ze eigenlijk al de boodschap van de brief hebben begrepen. Speciaal voor de brieven hebben we de brievenchallenge opgezet. Het is een project waarin we in 3 dagdelen de meest impactvolle en meest gebruikte brieven onder handen nemen om ze te herschrijven. En dat doen we met verschillende expertises binnen UWV, maar samen met onze cliënten. En in de eerste fase doen we de briefselectie, daar gebruiken we data voor. Bijvoorbeeld hoe vaak er gebeld is en wat voor vragen er worden gesteld over een brief. Daarna gaan we een eerste versie maken met alle mensen intern. Dat zijn juristen, redacteuren, communicatie-experts, mensen uit de uitvoering. En die versie leggen we voor via ons klantenpanel en de cliëntenraad aan onze cliënten om te horen of het inderdaad duidelijk genoeg is en wat hun opvalt. Dus ook als ik stukken krijg die naar buiten gaan, dan probeer ik me ook altijd te verplaatsen in de inwoner. Begrijpt de inwoner dat? En begrijpt de inwoner het, die daar woont, in een bepaald gebied? Of begrijpt iedereen het? Hè? Want degene die in het gebied woont, kent het gebied vaak veel beter dan iemand die een stukje verder woont. Maar dan moet je elke keer opletten. Dan moet je elke keer bewust van zijn. En dat kost dus tijd. Daar moet je ook tijd voor inruimen. Dus dat betekent niet dat je op een achternamiddag nog snel even een buurtbericht moet schrijven. Dat is toch veel ingewikkelder of kost meer tijd dan dat je zo op het eerste gezicht denkt. Maar dat betekent gewoon permanente aandacht en elkaar erop aanspreken. We hebben de brievenmonitor, ook omdat het er natuurlijk niet alleen om gaat dat je veel doet om die brieven te verbeteren, maar dat het er vooral om gaat of ze daadwerkelijk verbeteren. En het is best lastig om daar goed zicht op te krijgen en daarom hebben we de brievenmonitor. In die brievenmonitor, die we sinds een jaar of 3 doen, nemen we steeds een steekproef van 10 brieven voor elke afdeling. En met een man of 3, 4 mensen die niet bij die afdelingen werken, bekijken we dan die 10 brieven en dan geven we daar een oordeel over. Bovendien, en dat is eigenlijk veel belangrijker, geven we advies over hoe het beter kan. Wat opvalt bij de brieven die we hebben herschreven, is dat voorheen werd er heel erg gestuurd op juridisch correct. En dat doet direct iets met je tone of voice en hoe begrijpelijk een brief is. Door de menselijke maat is er nu veel meer ruimte voor om empathisch te kunnen schrijven. Die teksten zijn veel empathischer. Juridisch correcte taal, vaktermen die intern gebruikt worden en overschatting van de woordenschat van burgers staan begrijpelijke communicatie in de weg. Burgers lopen vaak vast op inhoud van de communicatie en weten daardoor niet wat er van hen verwacht wordt. Dit zorgt voor frustratie en vraagt extra tijd van zowel de burger als de instantie die de boodschap wil overbrengen. Door bijvoorbeeld teksten vaker te toetsen bij burgers, goed na te denken over welke woorden je kiest in een gesprek, meer te werken met beeld en goed te kijken naar de structuur van een brief, kan er veel frustratie worden voorkomen. Overheidscommunicatie. Het moet en kan beter. De gebruiker centraal stellen in plaats van jezelf of je organisatie zorgt voor een simpeler en begrijpelijker verhaal. Ja, ik krijg af en toe wel een conceptpersbericht of een brief die ik moet tekenen. Die ligt op bureau en ik vind hem niet goed genoeg. En het kan ook in de details zitten en in de layout. Daarom stuur ik hem wel terug. Dat zal iemand niet leuk vinden. En soms twijfel ik ook wel eens, maar ik doe het toch. Ik ben er ook van overtuigd dat de volgende keer iemand dan denkt van nou, ik ga er wat beter op letten. En je laat zien en de top dat je het belangrijk vindt, dan gaat de hele organisatie het na verloop van tijd ook belangrijk vinden.